Hi, dit wordt een liefdesreading voor het collectief, voor het teken van maagd. Lieve maagd, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maanascendant en je Venus-teken laat los als het niet past. Ook ben ik weer bezig met een actie. Ik ga verloten. Dus je kan nog kans maken, tenminste. Als ik hem op tijd upload. Nee, grapje. Je maakt nog kans op een basisreading. Wat mag je gaan doen? Abonneer, like, deel. Onder in de comments wat je maar wilt. Abonneren is kosteloos, dus het kost je niet, alleen een druk op de rode knop. En we gaan eens kijken wat ik mag ontvangen. Mocht iemand in gedachten willen nemen, ga ik daar een aantal kaartjes voor pakken en die ga ik aan het einde van de reading voorlezen. Dus mocht je dat willen, neem iemand in gedachten. Ik ga eens deze pakken. En dan ga ik die straks voorlezen. Oeps. Heel snel. Oké. Ga ik met de grote arcana beginnen. Kijken waar je staat. In je liefdesleven de duivel. Oké. Dit kan iets zijn toxisch. Natuurlijk zegt de duivel vaak iets. Het kunnen ook bepaalde gedachten zijn. Dit kan een persoon zijn. Ik ga zo meteen deze kaart even verklaren. Oké. Wat kan een blokkade zijn in de liefde? Walking away. Ja, het kan zijn dat je soms te snel wegloopt uit een situatie. Kunnen issues zijn geweest. Dus misschien niet over willen praten of je gevoel vasthouden. Je afsluiten. Oeps. Judgment heb ik hier. En de twee van staven. Oké. En de vier van bekers. Oké. Onderop heb ik nog de negen van staven. Dus er kan iets zijn dat iemand gewond is. Ik zie iemand op de uitkijk, is wat ik voel. Iemand is een plannetje aan het bedenken, maar heeft nog niet echt een stapje gemaakt. Al zie ik wel een visie. Groei zie ik. Alleen het moment, ja, staat nog op zich te wachten. Ik zie ook de judgment, het terugkerend iets, een bevrijding eigenlijk, er bijna zijn. En de vier van cups, iemand wil iets niet zien. Iemand is ontevreden, kunnen bepaalde emoties zijn geweest waarbij het niet helemaal lekker ging of gaat. Let wel, qua doel verleden, hele toekomst, maar iedereen loopt natuurlijk op een ander pad. Maar er wordt iets aangereikt, alleen iemand ziet het niet. Oké. Ga ook eens even deze duivel verklaren. Wat mag ik daarvan ontvangen? De koning van staven. Dus het kan een persoon zijn. Het kan ook jouw energie zijn. En de een bevrijding. Dus het kan heel goed zijn dat iemand met ego-issues kant. Iemand wilde bazig zijn. Iemand wilde controle hebben over een situatie. Maar wat ik voel is dat daar een einde aan mag komen. Met ook nog de dood onderop. Dus er is iets aan het transformeren. Ik heb hier natuurlijk de judgment. En hier het einde. Dus er wordt een cycle afgesloten. Of het is de bedoeling dat je dat doet. De empress heb ik hier. Je mag jezelf goed gaan verzorgen. Dus laat jezelf zien. En de magier ook nog. Ja, het is tijd om eigenlijk de touw dus in handen te nemen. Er is veel aantrekkingskracht, is wat ik zie. Maar het kan ook een trickster zijn. Dus iemand wil jou misschien weer naar binnen hengelen. Of je bent zelf degene die wil gaan manifesteren. Oké, wat mag ik ontvangen met de zes van cups overgevonden? Mag ik weten over die twee? De vijf van zwaarden. Oké, dus er is een soort van conflict gaande. Er kan wat enige jaloezie heersen. Oneenigheid, onrust. Wat nog meer? En de koningin van cups. Oké. Dus wat ik voel is dat er wel liefde is. Alleen er kan dus oneenigheid zijn. Ja, over de liefde misschien. Misschien is er een conflict. Is iemand niet tevreden over de gang van zaken? Mag ik nog een... De ster, ja, niet tevreden zijn, heling. Dus er is ergens een balans uit. Of er was een balans uit. En er is wel heling nodig in deze situatie, is wat ik zie. Ik zie hier nog de drie van staan. Wat mag ik weten over die judgment? Weer de judgment, wauw, hoe dan? Ja, dus de toren, kijk dan. De spirit heeft opgeroepen, iets werkt niet meer. Dit kan met een toxische relatie zijn geweest. Waarin je vast bent komen te zitten.
En de spirit heeft eigenlijk gezegd van het is tijd om je te herroepen. Het kan wat chaotisch voor je aanvoelen. Want daarmee betekent het dat de spirit heeft gekozen dat er iets beters is. Of dat iets niet meer werkt met een bepaalde situatie. Ja, een nieuw pad. Dus er ligt eigenlijk iets nieuws klaar. Is wat ik zie in Temperance. Ja, spirit geeft je boodschap. Alleen het lijkt wel, wil je het niet zien? Of is er iets? Ben je niet tevreden? Maar geduld is een schone zaak in deze. Het is echt tijd voor een balans, een heling, een rust. Zodat je ook weer je blij kan voelen. De drie van cups, ja, ik wil het eigenlijk niet zeggen. Kan dus te maken hebben met een derde partij. Waar je niet helemaal blij mee bent. Of het kan zijn dat je meer erop uit mag gaan. Vrij van angsten mag zijn. En de divine timing zijn gang mag laten gaan. Ja, en de acht van zwaarden uit je hoofd komen. Dus het advies is eigenlijk om niet te dom denken. Alles komt altijd op het juiste moment. Al voelt het soms niet zo. Soms komt alles tegelijk. Maar ik zie wel een connectie. Of ik zie in ieder geval een hoger level. Alleen het lijkt wel of zit je soms vast. Dus voor jou belangrijk om even de rust in te gaan. Om misschien te mediteren. Om je gedachten op peil te houden. Want er speelt nog iets met meerdere misschien voor sommigen. Waarin een balans mag komen. Dus er mag ergens een balans in komen. Ik ga even kijken wat ik nog van dit deck mag. Ja, je bent het beste wat ik ooit had gehad. Het lijkt of... ik ben bang, dus het lijkt of... komt het over of doet het me niks. Maar dat doet het me wel degelijk. En ik hou van... Of ik mis je. Oké, en thinking. Ja, ik denk op dit moment aan je. Je verlaat eigenlijk nooit mijn gedachten. Het maakt niet uit waar we heen gaan. De muziek die ik eigenlijk hoor, herinnert me aan jou. En het maakt mij meer dat ik aan jou ga denken. En ook niet mee kan stoppen met die gedachten. Dus er is iemand die heel erg aan je denkt en dat ook niet kan loslaten. Misschien ben jij dit zelf, dat kan natuurlijk ook. Dit is wat ik voor jou heb, lieve maagd. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel en onder in de comments wat je maar wilt. Doeg!